wedstrijd tussen nummer 13 Pek Zwolle en nummer 18 FC Volendam. En Pek, als het vandaag wint, dan zou je zomaar ineens gedeeld tiende kunnen staan en grote afstand nemen van al die ploegen daaronder. Alfred, de grasmeester, wordt geëerd met een schitterend dundoek. Een mooi protest van hemzelf daarboven. De fans van Pek Zwolle willen hem deze wijze bedanken voor het veld wat hier ligt. Het ligt er over het algemeen vrij goed bij. Jaarlang hier ook kunstgras in dit stadion. Kastef. Eroverheen van Polen. Leek er een keer te kunnen doen. Dan gaat het hier buitenkantje paal Sylvester van der Water. En binnen anderhalf minuut de eerste dikke kans voor Pek Zwolle. Van den Berg, mooi, slim weggedraaid, scherp voor Backhaus en dan had dit toch ook wel een treffer kunnen zijn. En wellicht wel moeten zijn ook. Als je spits bent, dit zijn dan de momenten om dat te bewijzen. Tweede grote kans voor Pek Zwolle in de eerste 10 minuten. Kersten van Polen. Vlaanders aan de andere kant helemaal vrij. Goede opening van den Berg meegeven of zelf schieten. Zelf schieten, Backhaus staat wel veel rebounds toe, ook nu weer. Krastev. Loopactie van den Berg, buitenspel of niet. Voorlopig blijft de vlag omlaag, dit is van Polen. Schot was niet al te ingewikkeld voor Backhaus. De Haan. Veen. Ontziet vrij. Als richting Valdo blijft uit, dan is dit het wel zeer opportunistisch bedachte schot van Ontziet. Maar het is al een slordige fase van Pek Zwolle. Alsof ze ineens zijn bevangen door de angst om te gaan voetballen. Wat ze de eerste 10, 15 minuten toch behoorlijk makkelijk afging. Ja, als je zelf wat zwakker wordt, dan wordt je tegenstander vanzelf beter. Van der Water verdedigt mee. Hij staat ineens tussen drie oranje hemden. Oldcheek scherp voor van Valdo. Die bal net mist. Goede kans voor Volendam. Voorzitter van Oldcheek. En bijna was dit assist nummer 8 geweest voor hem. Dan zitten we in de 35e minuut. En klinkt er applaus. Applaus voor Ramon Visser. Deze week overleden oud-jeugdspeler van Volendam. Goede vriend van Robert Muren. Die er daarom vandaag ook niet bij is. Dat wil hij voor T helemaal vrij. En dan van de water terug naar T. En T uit de draai scoort. Maar de vlag gaat ook omhoog. Dit was buitenspel voor Lennart T bij deze paas. Hij nam deel aan het spel door wel richting die bal te gaan. Raakte hem weliswaar niet, maar deed dus wel mee vanuit buitenspel. Backhaus. Deze bal is te lang onderweg en ook niet scherp genoeg gegeven. Vilanas. Dan is dit Krastev en dan is dit een prima redding van Backhaus. Levert hier zomaar de bal in. Bewijst daarmee dat hij dingen niet kan, maar hier bewijst hij ook dat hij wel uit het juiste keepershout gesneden is. Want dit is een prima redding. Peen vindt Ulcik. Vivaldo draaien, schieten, Vivaldo, Schindelaar, Boef en daar duikt Van Polen voor. En zo is Volendam nog immer in leven. Ze is ook wel een klein beetje in leven gelaten door Pek Zwolle, maar het is toch wederom een goede kans. Nou ja, gaan dan nog maar een stukje verder. Overtreding van Plat.
een vrije trap. Echt heerlijk voor een linksboot van de Water en van de Berg. Die zien het al zitten, de gele kaart is voor plat. Van de Berg. Van de Berg! Hij ligt inderdaad ideaal voor hem. Schitterende vrije trap. Geen kruid tegen gewassen, geen mogelijkheid voor welke keeper dan ook om hier een passend antwoord op te vinden. Schitterende vrije trap. Zijn vijfde van het seizoen. Villanos. Krastev. En door. De Roy, komt hij eraan? Dat komt hij inderdaad. Velios, die bal is wel wat hoog. Wat wild gegeven en dan houdt Van den Berg hem nog net binnen. Is deze avond nog niet ten einde. Veel mensen in de 16 en deze bal valt, nou ja, valt goed binnen. En dat is miraculeus te noemen. Kai de Roy daar aan die linkerkant. En hoe die niet binnenviel met Bakhuis en Midani. Wonderlijk. Goede sliding van den Berg. Krastev net niet. De sliding was van Flint. Die leek goed. En dan is dit Velios. Maar ook deze vindt geen genade in de ogen van de arbitrage. Ook hier gaat een streep doorheen. Het zal wel een overtreding zijn die is gemaakt. Ulcik. Schendelaar komt, maar heeft hem niet. En dan twee man bij de tweede paal die die bal net missen. Maar doorkop is van Velios. Nou, dan zat Schendelaar dus mis. Voilà, corner. Daar Schendelaar zit weer mis. En daar is de goal. Mirani maakt 1-1. De gelijkmaker. Maar de eerste corner zojuist al gevaarlijk was. Maar dat bleek dus uitstel van executie. Want hier zit Schendelaar weer mis. En dan is het Mirani die hem erin duikt. Op Mirani. Lazuzzi. Daar lopen ze elkaar in de weg. Velios jaagt er binnen. Omdat ze elkaar daar in de weg lopen bij Volendam. Is het 2-1. Velios. Maar ook daar gaat weer een streep doorheen. Weer geen genade in de ogen van de arbitrage. Want, zeggen ze, buitenspel. En dan moet het hier buitenspel zijn voor Velios. Na de eerste helft was er ook geen sprake van een nieuwe situatie. En ook is dat nu weer de beoordeling. De tijd is voorbij, de tijd is verstreken en men is zeer ontevreden. Vanwege het resultaat, vanwege een aantal afgekeurde goals.